Ik lees nogal veel, hè? Dat komt, ik heb namelijk geen kinderen. Dus als ik 's morgens wakker word om 1:30 zo. Of 10:30, dankjewel. Ik denk, god, zal ik eens gaan doen vandaag? En dan zijn jullie op die bakjes met die. We fietsen met die bakjes al 1000 keer naar afspraken en nu. Zo zeg. Ik ben altijd jaloers, maar nooit 's morgens om 9:30. Maar ja, als je veel leest, dan moet je even naar de boekwinkel of naar de bibliotheek, al naar gelang je portemonnee. Het is mij trouwens opgevallen dat steeds meer vrouwen hele goede boeken schrijven. Hè? Vind ik geweldig. Komt wel omdat steeds minder mannen nog willen lezen, dus we krijgen eindelijk een beetje ruimte op die plank. Doen jullie dat ook trouwens, vlak voordat je een boek koopt, dat je altijd eerst even een korte verhaal op de achterkant leest? Hele Hollandse gewoonte, dat je geen miskoop hebt. Dat je denkt, dat is synopsis. Een synopsis achterop. Het begint bij een vrouwenboek meestal heel poëtisch. Toen Winde Linde de brief in de la van haar vader vond. Eindigen bij die vrouwenboeken meestal in de zin. Begon de zoektocht naar zichzelf. Waarom?